De Defensieorganisatie is bezig de laatste handjes te leggen aan de voorbereidingen voor het vertrek van een groep militairen naar Haiti. Dit bevestigde legerbevelhebber Werner Kiyo-Assen vandaag tijdens een persmoment op het hoofdkwartier van het departement. De legerbaas stelt dat er ook een CARICOM-missie wordt voorbereid waaraan ook het Surinaamse leger participeert. Daarvoor de chefstaf, dat is de hoofdcommandant die als trekker daar bezig is. Die heeft ook contact met internationale partners die belast zijn met het voorbereiden van de CARICOM-missie. En nu is het eerste contingent bestaande uit Jamaica, Bahamas en Belize. Daar zijn nu in volle gang om die sprong te maken. En zolang die sprong niet gemaakt is door het eerste contingent, kunnen wij die sprong niet maken. Want wij zullen deel uitmaken van het tweede contingent dat na 6 maanden zal vertrekken, zodat zij die sprong gaan maken. Dus wij zijn bezig deze maand te trainen. Kiyo-Assen zegt verder dat er gebruik gemaakt wordt van de kennis en deskundigheid van een groep Surinaamse militairen die naar Haiti afgevaardigd was in de jaren 90. En we kregen ondersteuning van de Fransen, van Canada, van Amerika. En lokaal hebben we ook de kennis, want we hebben in 1994 ook een Haitiaans contingent gehad. We hebben peloton gestuurd naar Haiti en die kennis wordt ook overgedragen door die ervaren personen. En daar hebben we een aantal oefeningen die de competenties in onze primaire taak, dat is de verdediging tegen militaire agressie, dat wij onze mensen ook steeds daarvoor trainen. En de TFG, test fysieke gesteldheid, wij doen dat om de fysieke gesteldheid te peilen van het totaal personeel. Ook ik doe mee, want conform het voorschrift, test fysieke gesteldheid, is iedereen die onder 55 jaar is verplicht mee te doen. Ja. De legerbevelhebber benadrukt dat niet meer geaccepteerd zal worden dat de test voor fysieke gesteldheid wordt weggelaten in de beoordeling voor bevorderingen.